Goedemiddag, kijk naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 25 november. De zon schijnt volop in het grootste deel van het land, alleen in het noordoosten is duidelijk meer bewolking aanwezig. En die bewolking die hoort bij mistvelden die vanuit Duitsland langzaam maar zeker ons land zijn ingetrokken vanochtend. Op deze satellietfoto is dat al aardig te zien, maar gelukkig hebben we ook een hoge resolutiefoto en dan kijken we in meer detail naar Nederland. En dan zien we dus heel duidelijk in het noordoosten die lage bewolking en die mist die vanuit Duitsland zo is binnengekomen. In het midden en zuiden van het land op dit moment wat hoge bewolking. Maar daar hebben we geen last van verder. Daar schijnt de zon gewoon doorheen. En wat ook heel duidelijk te zien is, zijn de vliegtuigstrepen die zo over het midden van het land liggen. Nou. Vanavond en vannacht is het idee dat die lage bewolking langzaam maar zeker toch wat meer nog Nederland in gaat trekken. En dat betekent dat morgenochtend een groot deel van het land te maken zal hebben met die lage bewolking en ook met die mist. En omdat de temperatuur flink onderuit gaat, kan het ook glad gaan worden. Want de temperatuur daalt tot onder het vriespunt. Houdt u daar dus rekening mee? Morgenochtend vroeg, maar ook al in de loop van de nacht met temperaturen die onder het vriespunt gaan dalen. Nou, dit is het beeld voor vannacht. Temperatuur daalt dus naar zo'n min 2 tot min 3 graden in het oosten. Alleen langs de kust daar blijft, de wind of daar blijft de temperatuur waarschijnlijk net iets boven nul. Wat de wind betreft, die is zwak tot matig uit het noordoosten. En zoals gezegd, het kan dus mistig worden op veel plaatsen. Morgenochtend dan is het ook dus op veel plaatsen mistig of grijs. In het zuiden van het land, daar is de zon het meest te zien. Daar ziet het het beste uit en de temperatuur kan daar ook het hoogst oplopen. Het wordt zo'n 3 tot 7 graden. En misschien dat dan in het midden van het land geleidelijk aan de zon ook door gaat breken. In de nacht van zaterdag op zondag neemt de bewolking toe en kan er misschien ook nog wel een spatje motregen vallen. En ook zondagochtend kan het hier en daar nog een klein beetje licht regenen. De dikkere bewolking trekt wel naar het zuiden en in de loop van zondag klaart het dan op. En komen we ook tijdelijk in wat zachtere lucht terecht. En de maximumtemperatuur ligt dan tussen de 7 en de 10 graden. Maandag en dinsdag, dat worden twee dagen met veel zon. Zon overgoten mogen we het wel noemen, maar het is wel fris. De temperatuur ligt op maandag tussen de 3 en de 6 graden. Op dinsdag op de meeste plaatsen rond de 3 graden. Zoals gezegd, er is wel veel zon, maar het is koud. Hoewel de wind op zich wel meevalt, die is zwak tot matig. De nachten worden wel zeer koud, want er is kans op matige vorst. Zowel in de nacht van maandag op dinsdag als in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat zijn twee koude nachten met zoals gezegd matige vorst waarschijnlijk. En aan de grond komt het misschien wel in het oosten van het land zelfs tot strenge vorsten. En dat zijn dan temperaturen op het grondniveau zo rond de min 10. De kou die houdt geen stand, want vanaf woensdag gaat de temperatuur geleidelijk aan weer stijgen en wordt het ook weer beduidend wisselvalliger. Er komt dan meer bewolking in de verwachting en ook valt er van tijd tot tijd regen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Wiplaza. Ik wens u nog een fijne dag.